dus deze t-shirt. Dus in een elletje bestel. Want hij schrijft dit dus, hè? Ja, wie wil jij nou eens even bedanken? Super tof dat jullie kijken vandaag naar deze nieuwe weekvlog op mijn kanaal. Mijn naam is Miranda. Vandaag is het maandag, tweede paasdag. Ik kom net onder de douche vandaan. Ik moet zo nog wel even mijn sokken aantrekken. Dat zou ik wel nog moeten doen. Dan ga ik beneden even... ik ga zo even mijn haar uitborstelen. Die even dus eruit gooien. Het is over alle vier 's middags. En ik heb net de boodschappen gedaan. Dag later ik weer een trui aantrekken. Jas zou niet nodig zijn. Nou, ik heb die fout dus gemaakt. Mijn handen zijn koud. Echt, er staat ook zo'n harde wind op bepaalde momenten. En ik denk van, hoezo? Gisteren lekker en dan denk ik dit. Dus ik dacht van, nou, ik trek gewoon een trui aan, weet je. Maar ik dacht van, ik stap gewoon op de scooter. Ik zie het wel. De scooter ging ik van de koud. En die wind was toen ook op bepaalde momenten geneinig. En dan werd het leek alsof ik echt bijna van mijn scooter werd afgeblazen. Want ik werd bijna tegen de stoep aangeblazen, tegen de stoeprand. Zo harde wind stond er. Dat is gewoon niet normaal. Het is vandaag dinsdag en het is vroeg genoeg, het is 5:30 ochtends. Ik ga hem zo maar klaarmaken om naar mijn werk te gaan. Want ik moet werken van 6 tot 1 'smiddags. Dan ga ik het pakketje ophalen. Tenminste, als ik klaar ben met werken. Ja, ik kan gelijk vanuit mijn werk die kant op doorrijden. Maar ja, ik weet natuurlijk niet of ik het pakketje mee kan krijgen op mijn scooter. Dus ik ga gewoon eerst mijn scooter hier inzetten. Dan lopend die kant op. Bijna 2:30 'smiddags. Even broeken van mijn haren even vrij maken. Ik heb me gewoon mijn pyjama broekels. Broek voor vanmiddag even aangetrokken, is niet zo'n ramp. Ik zal me ook weer omkleden vanavond. Toen, ik werd koud. Maar dat is logisch dat ik op van de kou van het scooter af en dan is het koud. Ik ben vanaf mijn werk doorgereden naar de Spar. Want dat ik afgelopen zondag naartoe was geweest en achteraf toch stil dicht was. Zat ze op de site, stond het echt serieus. Ik kan jullie het ook laten zien dat het op de site stond dat hij open was. Ik wist wel dat het de eerste paasdag was, maar ik dacht omdat het op de site staat dat hij open staat. En eigenlijk op eerste en tweede paasdag zijn alle winkels in principe altijd open. Maar goed, dat was dus nu dus niet het geval. Maar ik heb dus een ketje opgehaald van California dus. Die heb ik dus besteld en die heb ik dus binnen. Ik moet eerst even een deur dicht doen, want die zit te kleppen, want hij is de begeleiding opengemaakt en ik vergeet de dicht te doen. Ik heb mijn handen net ook ingevet, want die zijn een beetje droog, maar dat is logisch dat als je elke dag met karton werkt, op een gegeven moment worden je handen wel droog. Dus ik heb dus deze t-shirt. Dus in een elletje bestel. Ook een crewneck, dus ook een trui. Ik zal als eerste de trui even uitvouwen. Ik ga hem ook zo even aandoen. Ik vind dat persoonlijk zelf er wel groot uitzien of zo. Op een of andere manier. Omdat die... Ja, ik heb een elletje besteld, maar hij lijkt toch een XL. Vind ik helemaal niet erg. Zit hartstikke lekker. Lijkt heel groot logo California. Ik heb hier ook nog een trui t-shirt liggen op bed. Van California zelf. Andere, die zijn pakken, maar die is een beetje smoeselig. Omdat hij in de kast heeft gelegen. Dus ik moet hem nog goed uitwassen. Maar dit is hem eigenlijk. Dan heb je deze logo dan in het klein. Ik heb nu een andere t-shirt, maar dan ook met California logo, maar dan anders. Deze heb ik dan die andere die ik net liet zien, heb ik dus een XL besteld toen. Valt echt heel groot. Dus het is niet bijna een pyjama, zo. Maar deze trui. Ik ga deze trui eens even... Kijk, trek gewoon over mijn t-shirt heen aan. Kijk, als ik die t-shirt aan wil trekken, moet ik maar deze t-shirt die ik nu aan heb even uittrekken zo. Ja, en wat er nog ook eens opvalt, is dat hij ook een etiket in California. Maar hij zit echt goed. Hij zit top. Hij zit lekker ruim. En hij valt echt hartstikke goed. Hij zit hartstikke goed. Dat is helemaal top. Dan ga ik even t-shirt aantrekken. T-shirt aan van California. Hij zit hartstikke goed. Deze zit eigenlijk is het een L'tje, maar het valt dan als een beetje toch als een LXL. Dus er echt net tussenin. De andere die ik net liet zien was dus een XL. En valt als een XXL.
Deze is dan een L'tje, maar die valt als een LXL. Er zit eigenlijk een beetje tussenin. Dus heb je een twijfel van een maat, bestel je voor je eigen maat. Het is 6 uur en ik ga straks om 6:30 beneden koken, denk ik. Ligt er ook aan als mijn huisgenoot nog beneden is, hè? Zolang hij nog beneden is, zeg maar, ga ik dus niet naar beneden, zeg maar. Dat is het hele punt. Dat is natuurlijk even vanwege corona, dat we elkaar een beetje moeten bijen. We liggen eigenlijk het mogen bij elkaar zitten, maar het is natuurlijk wel verantwoord als je gewoon ook... Het wordt wel aangeraden om met elkaar te ontwijken, zeg maar, zodat we elkaar niet besmetten. Of mijn huisgenoot vrij is, dat weet ik niet, of dat hij... toch iets van corona heeft of zo. Ik weet dat allemaal niet. Dat weet ik dus niet. Dat hoor ik vanzelf van de begeleiders te zeggen. Ik ga toch wel van de praktijkopdracht werken aan. Die ene waar ik dus een beetje moeite mee heb is... Ik ga naar bed zo. Ik heb wel gedoucht. Morgen aan de praktijkopdracht werken op het werk. Dat heb ik gefixt. Dat is goed, hartstikke fijn. Dat ik op elkaar kan krijgen. Ik moet wel een Albert Heijn jasje doen. Maar wat ik slim doe is gewoon mijn rugzak meenemen. Zo kunnen ze zien dat ik buiten diensten ben. Kunnen ze niet klagen. We hebben super makkelijk medewerkers bestaan. Kijk, morgen moet dus na mijn dienst om 10:30 ben ik klaar. Dus dan moet ik dus de praktijkopdracht gaan doen. Maar dan zie ik het gebeuren dat de klanten gaan lopen piepen. Dat ik zonder winkelwagen in de winkel loop. Op het heinjaarsje loop. Kunnen ze me niks maken. Woensdag. Ik ben al een poosje thuis. Ik ben al vanaf 11 uur kom ik thuis van mijn werk. Ik heb op mijn werk om 10:30 praktijkopdrachten gedaan samen met mijn teamleider. Ik heb de foto's gemaakt en hij gaf aan wat ik het beste kon doen. Het is zo, ik moest van tijdelijke en vaste artikelpresentaties foto's maken. Maar ik weet dus niet wat dat precies zeg maar, is. Je was nu wel gelukkig. Maar ik wist dat dus niet. En daardoor doe ik ook dus een opleiding. Omdat ik natuurlijk wat meer wil weten over mijn beroep. En over de beroep wat ik doe. Van wat het nou precies allemaal bij komt kijken. Aan de vaktermen een beetje goed leren. Want ik weet natuurlijk niet alles. 6:05. Hele lange tijd liggen slapen. Ik was echt dood op. Was het tegen het zijn? 12:30 zoiets. 12:30 zoiets gaan slapen, zoiets. Ik zei tegen jullie dat toen, eigenlijk op het moment dat ik tegen jullie zei dat ik zou gaan slapen, ben ik ook eigenlijk vrijwel direct met mijn broek omgegaan. Dus er is een jongensbroek aangetrokken. En uiteindelijk ben ik dus gewoon gaan slapen. Ik ga vanavond dus gemarineerde kipfilet en ketchup eten. Kip in de ketchup, zeg maar. Hartstikke lekker als je dat nooit hebt geprobeerd. Doe dat zeker. En gegarandeerd dat je gaat zeggen, wat is lekker. Dat is echt heel lekker. Zeg maar, het is heel erg lekker. Ik zeg het je, het is ook heel erg makkelijk. Je kan het op de dag zelf maken, maar het is ook, denk ik, toch lekkerder meestal. Dat doet mijn moeder meestal. Die wil het meestal een dag van tevoren maken, zeg maar. En die laat het meestal een dag intrekken of zo. Meestal. En dan eten we de volgende dag eten we het op, zeg maar. En dat is zo lekker. Ik zweer het je, ik raad je het echt aan om het een keer te proberen. Nou, ik zit op Instagram te scrollen. Zie ik een bericht van een halve of gare gast. Die schrijft eerst het volgende. Want hij schrijft dit dus, hè. Dan gaat hij eerst een heel zielig verhaal zitten aanhangen. Weet je. En ze schrijft, en daarna schrijft hij, je bent sowieso dom. Dus met jou heb ik gemedelijden. Praktijk heb je gehad. Daarna een drie gehad. Ik heb praktijk gedaan. Dat zegt helemaal niks of ik nou dom ben of wat. Want al heb ik praktijk gedaan, kan ik net zo slim zijn. En ik heb een 3 gehad voor rekenen. Ja, maar daar kan ik dus niks aan doen. Je moet geen niveau 4 gaan doen. Hij denkt dat ik het kan gewoon betalen. En ga hersenen door midden van als je die hebt. Nou, ik bepaal zelf ook. Niveau 1 is genoeg voor jouw verstand. Ik alleen dat aan je meer niet gaar houdt. Test verstand ik beperkt. Vandaag donderdag en het is iets over 8:00. Ik ben dus ook net echt wakker. Ik vandaag is een dag school. Andere huisgenoot is nog wel thuis. Dus als ik beneden online les heb, moet ik het oortje in doen. Want als hij beneden komt zitten, moet ik dus mijn oortje in doen. Ik kan niet af weg, zeg maar. Ik ga niet hier boven mijn huis ook maar zitten maken. Want ik wil dat toch echt gewoon beneden. Omdat ik daar echt een tafel heb. En dan zit ik een stuk lekkerder. Gisteravond heb ik deze legging lopen zoeken. Waar ligt die? Gewoon bij mijn bed. Ja. Ik zie dat de accu van mijn vloegkamer weer bijna helemaal leeg is. Maar ja, dan krijg je zo vlocht. Ik ga ook eens lekker even douchen. Straks even ook de was omswitchen naar de droger. Dat is wat ik ook nog moet doen. Maar dan ga ik straks op school werken. Eigenlijk ook nog even de huisarts bellen. Het is 2:30. Ik ben net weer boven. Ik heb grotendeels eigenlijk alles
af wat dat betreft de opleiding, zeg maar. De burgerportfolio heb ik in het boek ook gemaakt, maar ook sowieso de blaadjes die waren uitgeprint waren door mijn ouders heb ik ook af. Die portfolioopdrachten. Deze laatste, die heb ik dus af. Die zitten daar in de tas. Deze heb ik dus af. Alleen de praktijkopdrachten, dus het boekje wat onder de laptop ligt van mij. Die moet ik nog wel doen, nog een paar. Maar ik heb daar nu gewoon geen behoefte meer aan om er echt aan te werken. En hoe ik het ook niet ga doen ook. Dat ik een koppijn heb. Koppijn krijg ik doordat ik moet rekenen. Als ik ben zo slecht, ik ben niet super goed in rekenen. Daar ik koppijn krijg, want ik moet er veel voorbij nadenken. Voordat ik iets goed uit kan rekenen. Ik heb er veel te veel nadenken. En dat veroorzaakt op een gegeven moment bij mij hoofdpijn. Het is vandaag vrijdag. Kijk, ik heb mijn trek nog aan. Zet jullie hier gewoon lekker neer. Ik word straks om 11:50 dus gebeld door Omroep Gelderland. Hè? Omdat ik mijn moeder dus mijn ouders ga verrassen. Mij is een beetje laatst verteld wat er specifiek gaat gebeuren. Er wordt dus aan mij komen in een radio-uitzending. En wat het dan is dat er wordt vragen gesteld aan mij. En waarom ik het bijvoorbeeld wil doen, waarom ik ouders in het zonnetje wil zetten. Dat is dat de reden. Ik ben benieuwd hoe mijn moeder erop gaat reageren. Mijn vader zit er niet bij, want mijn vader zit er volgens mij niet bij. Dat weet ik niet zeker. Want volgens mij is het rond de tijd dat mijn moeder nog aan het werk is. Maar goed, dat maakt niet uit. Dan doe ik het later nog wel telefonisch tegen mijn vader zeggen. Die werken allebei nu keihard. Mijn vader is medisch courier en mijn moeder is interieurverzorgster in een verpleeghuis Beekdal. Ja. En daarom wil ik hem graag eigenlijk gewoon in het zonnetje zetten. En woon je nog thuis of ben je gelopen al? Inmiddels woon ik niet meer thuis. Nee, dus je zit hier niet meer dagelijks? Nee. Ja, nou, mama. Ja. Dat is mooi, hè? Leuk dat je dat doet. Ik ben hartstikke lief. Ja. Is het ook een lieve Miranda? Jawel, zeker, ja. Ja. Ze zegt, inmiddels was ik niet meer thuis, dus dat is nog niet zo lang geleden dat ze betrokken is. Nou, ik kijk ook onder begeleiding. Ze heeft een verstandelijke beperking en vandaar dat ze onder begeleiding wordt. Ja, en wat betekent dat Miranda onder begeleiding? Mag je wel doen en laten wat je wilt, mag je ook naar buiten? Nou, wij mogen wel naar buiten, dus, maar we mogen dus niet bijvoorbeeld naar familie of vrienden. Dus ook niet naar mijn ouders. En hoe moeilijk is dat voor jou? Best wel moeilijk. Ja, voor mama ook, hoor ik ook dat het moeilijk is. Ja, zeker weten. We doen wel aan de avond bellen, op WhatsAppen. Ja, even kijken hoe het is. Ik hoor van Marilla ook dat jij maakt school in een zorghuis. Dat klopt. Dat die extra moeilijk is. Moet je er ook meer bescherming dragen? Mij zit de bewoners meestal in de huiskamer. Dus ik heb niet direct met de bewoners in contact. Maar we moeten wel extra alles schoonmaken, deur klinken en zo. Allemaal extra. Dus allemaal extra werk. Ja, en hoe is dat voor jullie? Is dat vallen we bij wat ongerustig of mee? Wel. Bij ons is nog geen uitbraak gelukkig, nog niet. Nee, maar in ieder geval niet. Je zegt het dan alsof je wel verwacht. Dat kun je het zelf, als meneer mevrouw Bos thuis. Bedankt. Oh, leuk, dank je.
Ja, maar dat is het ook toch? Jullie hebben dat gewoon verdiend. Oh. Ja, maar jij hebt het ook verdiend eigenlijk. Ja. Toch? Dat klopt. Maar ik vind het hartstikke lief van je. Is het schat van je. Ik ben benieuwd hoe papa's reactie is. Ja, maar laat het hem maar even terugluisteren. Ik heb het op het werk ook net gezegd, hè, dat ik waarom ik eerder ja. stopte. Ik heb het, mam, ik heb dit ook even in de vlog gedaan. Oh, leuk hè? Ik weet, ik ben niet emotioneel vanwege van net, hoor. Maar ja, ik heb al met mijn begeleider gepraat. Ben je andere huisgenoten hebben waar ik het over had, die beneden op elkaar beneden onder mij slaapt, die is de hele week al thuis. Of hij is vrij, maar dat lijkt me stug, want ik heb hem van de week horen hoesten. Ik ben bang dat hij toch corona heeft. Hij zit heel veel thuis. Hij gaat niet even naar de winkel. Als hij naar het werk ging, gewoon aan het werk was, ging hij altijd gewoon nog even tussendoor. Wel eens soms naar de winkel toe, naar de supermarkt toe, om wat boodschap te doen. Maar nu doet hij dat dus niet. Dat is omdat hij toch waarschijnlijk in quarantaine zit, of wel dan ook. Ik weet het allemaal niet. Ik wacht af. Als hij volgende week nog thuis is, dan weet ik zeker, bam, hij is ziek. Als hij dan volgende week nog thuis is, weet ik het zeker, dan is hij ziek. Ik weet, het is 7:10, ik heb net gewoon tosti gegeten. Maar dit keer dan met kipfilet, ik zeg het je, is lekker. Ik zou lekkerder dan met ham. Ik heb dat dus op. Morgen ga ik dus boodschappen doen voor de rest van de week, van de weekend. Maar dat ga ik dan denk ik of lopen doen, of met de scooter. Omdat ik nu echt het staatsgeld toch wel in wil gaan leveren. Zodat ik even wat andere dingen voor mezelf kan ook bijvoorbeeld ook daarvan kan halen bijvoorbeeld. Ik denk dat ik er ga lopen. Maar ja, dat is wel heel eind lopen. Ik zal even kijken hoeveel minuten ik er dan over zou doen. Vanaf hier naar de keuken. 24 minuten over om te lopen. Dat is lang. Met de scooter doe je er 9 minuten over. Nou, de 8 minuten. Kijken hoor, ik denk misschien morgen met de scooter, want ik doe hem. Een grote tas vullen met het staatsgeld. Het is vandaag zaterdag en het is 12 uur geweest. Het is 2 minuten over 12 en ik werd 11:45 wakker. Ik ben nog niet zo lang heel erg wakker ofzo. Trek, en dat heb ik niet gauw 's ochtends. Soms is dat zo dat ik dan trek heb. En dan kan ik snoep zijn van heel weinig overdag. Snoep ik echt heel weinig. Ik drink meer dan dat ik wat snoep. Dat is echt zo. Kijk, zoals nu ga ik dus wel dingen straks halen natuurlijk. Wel lekker zijn zelf, dat het gewoon weekend is. Maar dan zie ik het gebeuren, haal ik het, snoep ik het toch niet in één keer op. Omdat ik gewoon weet dat ik heb de laatste tijd daar niet zoveel zin meer in. Vaak is het dus ook als ik gewerkt heb. Want nadat ik gewerkt heb, zeg maar, dan heb ik of tijdens het werk op zo'n trek. Maar dan is het vaak geen trek, maar dan is het dorst. Gisteravond, daarna ben ik vrij snel wel naar bed gegaan. Ik was ook moe, dus... Het is 6 uur geweest. Ik heb straks even moeten liggen, want ik had het hoofdpijn of zo leuk, terwijl dat begon te krijgen. Maar ik ben ook de hele tijd geconcentreerd bezig geweest met editen aan het doken voor Wageningen. Ik ben daar echt goed mee bezig. Ik heb al een flink stuk geëdit. Ik zit op de 3 minuten nu. Ik ben echt goed aan het kijken van wat wil ik nou. Ben ik er tevreden mee? Ik heb wel een paar dingen nog in mijn hoofd die ik er nog wel bij wil hebben, zeg maar. Maar daar ga ik nog wel even naar zoeken. Want ik overdag anders de weekvlog editen. Dat gaat denk ik niet worden. Ik denk dat ik het morgen gewoon doe. Want ik probeer deze video wel een beetje groot dus af te editen en te renderen. Maar ik wil er echt even de tijd voor nemen. Zodat ik zeker weet of ik tevreden mee. Om te zoveel de dookvlog nog een keer in het uitwaardiging waar ging gaan. Ik ga zo straks gewoon koken. En dan mijn moeder heeft de dingen doorgestuurd. Ik schrijf van, kopje mag toch niet beneden. Ik kan er zelf niet uit, hoe moet ik hem nou laten voorvormen, weet je. Nu weet ik het een beetje, maar toch doe ik het vandaag nog lekker in mijn koekenpan bakken. Want het is, ja, weet je, dat is toch ook iets gezonder dan dat vier frituurvet, zeg maar. Ik doe met heel weinig boter bakken. Dat is dan wel weer zo. Bij deze pannen is het, dus gas heb je niet zo heel erg voor boter nodig. Bij de plaat wat hij aan de andere kant was, dat je echt een grote hoeveelheid blad boter erin moest gooien, want anders zou het al snel aanbranden. Het is een inductiekookplaat was het, dus dan is het anders, het is iets harder. Bij gas kan je zelf bepalen hoe hard het gaat. Je kunt het hoog zetten, maar je kunt het ook op zacht zetten, dus dat is wel fijn. Het is vandaag zondag en ik ben net gedoucht. Ik zit nog gewoon lekker in mijn pyjama, maar ik ga echt niet... Of ja, pyjama. Ik vind dit een beetje pyjama, moeilijkachtig. Want ik heb dus die legging van Adidas, die ik dus vorig jaar in vakantie in Spanje had gekocht. En deze t-shirt, deze is van de Primark, deze. Daar heb ik hem ooit eens gekocht. Maar ik heb leuk kledingstuk hoor, kleding, leuk kleding.
Maar voor heel weinig. Het is vandaag lekker weer, maar ik wou naar buiten gaan. Maar ik denk van, ik ben gisteren naar buiten geweest. Vandaag gisteren ben ik een roadshow geweest doen. En kijk, ik wil vandaag best wel naar buiten gaan. Weet je, voor de vlog ook bijvoorbeeld. Of ook voor mezelf ook even lekker. Maar ik kan denk ik van, dan moet ik me helemaal weer aangekleed, weer gewassen. Even een zondagje even in de pyjama blijven zitten is ook, ja, niet erg. Ik heb dat al een paar weken achter elkaar gedaan volgens mij. Heel af en toe is dat niet erg. Waarschijnlijk volgende week gewoon even naar buiten gaan naar het Arboretum Belmonte. Daar ben ik toen niet Arboretum te draaien, want die is niks aan. En wat ik ook heb is, die dokenvlog ben ik bezig met editen nog steeds. Gisteren in het midden vannacht of zo, vannacht, rond een uur of. Kijk eens, dus kijk, laat met hem wat geappt. Om 2 uur 's nachts ging ik slapen. 2 uur vannacht ging ik pas mijn bed in. Dat was vroeg, of laat bedoel ik. Maar ik kwam omdat ik puur bezig was met het editen van die dokenvlog. Ik ben dus echt letterlijk de hele dag daarmee bezig geweest. Ik heb net eten besteld via thuisbezorgd. Ik heb eet gehad van de groep. Ik mag, zolang ik maar eten ervan koop en geen koek, snoep en zo. Dus is goed. En het is echt zolang ik mijn eten ervan gewoon koop. Zoals het boven besteld. Kijk, ik heb dus nu eten besteld en via thuisbezorgd. En ik kom straks binnen. Om 5:30 wordt hij bezorgd. Staat hier. Die snack gaat om 4 uur pas open, dus over 3 minuten al. Ik heb 16 euro klaar liggen. Het kost 15,55, maar ik betaal met 16 euro. Het is nu contant. Officieel is het online. Maar ja, ik heb het eten gehad van de groep en ik kan het dus niet online. Hè? Of met bedoel met Ideal betalen. Dat gaat lastig. Om 10:30 s'avonds. Een paar minuten gaat ik naar bed. En dus wat ik toen is het eruit te doen. Door mijn pyjama heb ik ook nog steeds aan, hè? Dus dan hoef ik alleen trouw te doen, kijk in bed. Dus die heb ik hier onderaan, dus dat is fijn. Video voor vlog voor Wageningen is af. Door zit om het slot. Soms zit er wel puntjes, maar goed. Voor de rest vond ik het wel een goede video. Dus die ga ik wel even. Puntjes neem ik wel mee natuurlijk, hè? Bijvoorbeeld de volgende keer voor de vlog samen maken. Dan. Gebruik wel een statief dan, hè? Dat is een stuk makkelijker film ook. We hadden het eten besteld, was wel lekker. Dus ja. Ik had nog mijn ouders gehad over mijn huisgenoot hier. Mijn goede begeleiding moest gisteren reageren. Mijn ouders vonden dat een beetje als vaag reageren. Ik was dat zelf, vond dat zelf ook. Want ik had een vraag gesteld van, ze zeg maar over de test, of die test heeft gedaan. Daar kreeg ik geen reactie op. Mijn moeder kreeg er geen reactie op, ik kreeg er geen reactie op. Dus ze, wat dat betreft, bergen ze iets of zo, lijkt het dan. En zeg maar, ze verbergen ze iets of zo, weet ik niet, maar of ze willen het gewoon niet zeggen. Maar dan kunnen ze het dat gewoon zeggen, we willen het niet zeggen, omdat, in plaats van het te negeren, we gaan zo mogelijk een keer even overleggen. Op het werk van wat. Ik ga zo lekker slapen. Ik wil even bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet het niet te abonneren. Vergeet het niet om een keer te abonneren. Druk ik op het belletje. Zo mis je geen enkele video van mij op het kanaal. En dan zoeken. Bye. Anyway.